Hey mensen, welkom in deze video. Nou, vandaag ben ik hier weer uitgekomen in de auto van Mo. En hij pakt meteen mijn koms af. Ik hou hiervan. Ik pak ook mijn GPS af. Ik hou hiervan. Ik pak de wapens af. Ik hou hiervan. I love this. Mijn mooie wapentje is weg. Waarom? Mijn wapentje was zo mooi, zo leuk. Zoveel mee meegemaakt. Oh, zoveel. Nou, één ding zonder video, één ding met video. Niet heel veel extreem meer meegemaakt, maar. Meneer, wat bent u van plan? Wat hoef jij nog te zeggen? Oké, top. Ik denk dat hij gamet op een aardappel. Net op, straks rijdt hij tegen een paal, zodat hij tegen een paal rijdt. Het is fijn ook dat hij hier zo ver weg rijdt. Misschien is het voor mij voor de volgende keer ook een goed plan. Verder weg rijden met zoiets dat ik net deed. In plaats van in de stad. Leuke locatie in mijn hoofd kregen. Ja, oké. Oh, leuk. Ja, dat staat hij stil en staat hij opeens straks 1 kilometer verder. Koen. Oh, hij belt Koen. Ik moet de telefoon kijken, maar dat kan niet. Dat is irritant. Ik wil kijken hoeveel mensen in de stad. Ja, top. 1 ambulance, dat is Koen. Tussen 1 en 3 politie. Ja, daar heb ik toch niks aan. Dat staat er altijd. Einde. Ik ben echt benieuwd wat hij met me gaat doen. Oh. Onder deze tunnel stoppen. Oh nee, en dan geeft je gas. Top, I love this. Oh, en tape op mijn mond geplakt. Nog beter dit. Jammer dat ik die voice changer chip op mijn bureau heb laten liggen, anders kon ik hem gewoon in mijn masker doen. Alleen nu is er letterlijk tape op mijn mond geplakt, dus ik mag ook iets meer zeggen in-game en dat is heel irritant. Oh. Hier zouden ze vast blij van worden, de politie, als ze het zien. Een keer te checken. Oh. Oh nee, laat maar, ik dacht dat ik wist dat ik niet inging, maar dat is fout. Waar wil die man allemaal heen? Oh. Oh, oh ja. Dat krijg je met game op een aardappel. Oh nee. Hij wil me niet in het water dumpen, toch? Dit vind ik toch eens irritant, je hebt dat beeld gehad. Dat is volgens mij S. Oh nee, dat kan niet eens. Ik snap niet wat hier gaat gebeuren. Hij moet ook echt precies parkeren, die man, hè? We moeten parkeren volgen, oké? Oké. Oh, kak. Ik kon niet praten. Ik hoor een toeter. Ik ken die toet... Is dat die GTI?
komt ook echt een stel. Ja, nee. Ik wist dat het die GTI was. Oh, dat is Koen. Ja, Koen is. Eeuw. Wacht, wat doe jij bij hem? Hij had toch een repair kitje nodig? Stap in. Ik stap wel even in. Wat gaat. Daniel, jij bent vastgebonden. Wat gaat hier nou gebeuren? Mo, je hebt toch geen helikopter of zo? Ik was helemaal vergeten dat Mo! Was. Mo heeft gewoon een hele helikopter, joh. Mo, wat doe je nou met de helikopter dan? Nou, ik heb even mee. Kom mee, Koen. Nee, je gaat hem toch niks aandoen? Wat gaan we doen? Je gaat toch niet naar het eiland toe of zo? Wat gaat hier gebeuren, je mensen? Gaat, niet zo hard. Ik weet het oh, niet. Joh. Je moet hoger vliegen. Daniel, doe even rustig alsjeblieft. Ik word helemaal paranoïe van jou. Waar ga jij nou naartoe dan, Mo? Mo, goddomme. Oh. Ik heb zo mijn mond op zo doen. Welke stuurknuppel? Mo. Hoeveel mensen zitten erin? Mo. Zes mensen. Waarom zijn we nou in de haven? Wil je dat je. Dat je... Je bent precies broodje onverstaanbaar. Ja, wat is er? Mis je dat? Nou, ik hoor je niet. Nee. Je bent een beetje onverstaanbaar. Ik heb een leuk idee, maar ik weet niet of het zo wordt gewaardeerd. Ja? Hallo? Ja, hij had je ontvoerd. Ja? Voor een deeltje, hij is nieuw, hij weet niet hoe hij het moet doen. Ja, leuke dingen bij hem doen. Hele leuke dingen. Je gaat hem toch niet mishandelen, hè? Ik kan het allemaal zien. Oh nee. Waarom zijn we ook weer helemaal bij het eiland? Dat is een hele leuke locatie, weet ik. Nee, er komt natuurlijk geen politie naartoe. Daarom zeker. Ik ken me ook veel te goed. Hoe heeft hij aan een helikopter? Het laatste een wipe geweest. Super. Oh. Lani, had een beetje goed met jou. Doe even geluid maken als het goed gaat. Heeft u eten of drinken nodig? Ik kan ja of nee? Dan. Ik moet even die tape van zijn mond. Oké, doe even tape van zijn masker aftrekken. Rats, hoppa. Ik heb heel erg druk in dorst, ja. Oké, dan kun je dan even jouw heel van. Want de beweging wordt je wel licht neergeschenkt. Bij verdachte beweging wordt je wel neergeschenkt. Ja. Ik heb alleen drinken, ik heb geen eten. Top. Koen, heb jij eten?
die masker alsjeblieft van mijn mond afhouden? Ik... Oh. Ja, top. Het is vastgelijmd en ik kan hem ook niet loshalen. Ik zou het graag willen, maar... Wat, Zij dan die lever wel afhalen. Wat zei je? Zij dan die lever wel aftrekken. Ja, maar dat kan zeg maar ook niet. Hij kan zeg maar niet af, dat is het meer. Ik zou hem af willen doen, maar hij kan niet af. Oké, dan ga ik wel zo even een bonk moeten geven, weet je? Een wat? Een bonk op je hoofd. Oh ja, doe maar. Dat werkt volgens mij ook niet. Sla me maar een keer, het werkt niet. Kijk. Oh. Daniel, opstaan, ja. Snel. Kijk, niks helpt. Nee, niks, inderdaad. Dat is lekker. Ook wel. Staat er bij mij weer. Waarom is hier een cirkel? Wat kan ik dit over? Oh. Wow. Waar is Koen? Hij is wat? Hè? Ik kom gelijk. Het is dat ik dan too scared ben, want en ik kan hier niks betalen. Wat is dit? Welke auto wil jij? Heb jij die? Ik vond dat bovenste busje, maar dat is een 500 miljoen. Dat is echt dan te veel. Maar dat is wel mooi. Die man kan het waarschijnlijk kopen. Die gepanzerde Rumpo. Ja, die ziet er echt mooi uit. Oh, volgens mij heb je een nieuw busje. Nee, oh ja, ik hoor hem al. Busje. Ik geloof dat Mo een nieuw busje. Mo, hoe fucking veel monies heb jij? Leuk feitje, ik kan niet meer rennen. Ik denk dat het ook niet de bedoeling is. Nee. Oh ja, omdat ik ben geboeid. Ja. Het ziet er niet naar uit alsof ik ben geboeid, maar... Mo, waar moeten we naartoe? Ik vind het helemaal niks. Ik vind het helemaal eng. Ik ook. De bus rijdt wel lekker. Kijk, kom op de auto. Mooi, dat ding is helemaal los. Hè? Die ding heeft goede leringen, laten we daarop gaan. Deze is toch snel ook? Zien jullie mijn voeten niet? Waar gaan we naartoe, Mo? Richting het grote huis. Waar is dat? Kun je even waypoints zetten? Dit is de haven. 2 kilometer rijden, joh. Ja. Ik weet niet dat het eiland zo groot gebouwd was, joh. Ik kan de map waarschijnlijk ook niet openen, nee. Volgens mij was het weer die Lucas net. Die man voerde. Hier. Ja. Maar ik heb een waar mijn neef hier zijn cocaïne doorgezet. Dus? De achterdeur af. De achterdeur, ja. Leg hier de auto maar neer. Daniel, ik vind het eng. Ik ook. Misschien kan je... Je snapt misschien wel dat ik dit enger vind dan jij. Ja, dat snap ik wel. Ik ben hier niet geforceerd naartoe gekomen. Ja. Fucking raar dat ik ook gewoon met jou meeging, ik snap het niet. Stress waarschijnlijk. Oh, ik dacht dat je mee moest. Nee, deze man is gewoon... Deze man... Doe het voor deze man, besef die dier. Ja, oké. Maar waar gaan we nou naartoe? Heeft jou antwoord. Die ontvoering was niet voor slechte doeleinden, maar... Jullie gaan... Ik kan allebei wat iets vertellen wat ik nog niet weet, dat beetje ding. Ja, heb ik sowieso al nodig, maar ik heb niet al verteld, weet je. Top. Ik doe even een keer vraag me nog steeds af hoe die politie bij mijn huis kwam. Nou, niemand. Oh, top. Misschien aan. Maar hoe wist je dat ik daar was? Ik zag je. En ik had je herinnerd van de vorige keer herkend. Ja,
Oei, ik zie een mooie hakbijl. Ik dacht dat je die net al had afgepakt, maar... Ja, is goed. Ik moet jou veel losmaken, een beetje ding. Auw. Echt, die zak is echt verraderlijk die daar ligt. En ga gewoon daar zitten. Daar zitten. Moet ik zitten? Daar hoor. Oh, op de... Oké. Okay. Ik wou even die bus, ik wil hier weg kunnen als er politie komt ofzo. Politie komt hier niet. Dit alsjeblieft, vermoord me niet. Dat ga je nog zien op de antwoorden dat jij... Oké. Mensen. Dus ja, Koen. Kom je even naast me? Kom jij even hier naast me staan? Oké. Waarom heb jij hem eigenlijk ontvoerd? Dat ligt mij nog niet bij mijn kop. Hij is nieuw. En hij wou met mij een deal. Want ja, jij weet het ook wel waarschijnlijk dat ik een korret ben. Ja, dat is niet waar. Je bent gewoon lief. Voor iedereen. Ja, en ik verkoop dingen die gekocht worden van belastinggeld. Ja, dat is toch een goeie. Je doet met iedereen in plaats van dat... Ja, maar de politie noemt mij dus corrupt. Dat is een beetje het ding. Ja, dan gaan ze ook allemaal dood. Oké. Ja, ga verder. Maar Daniel, die wou dus bij mij een deal. Die wil met mij spulletjes kopen en zo. Ik wil toch gewoon op jou afkomen of zo. In plaats van jou komen. Ja, dat zei ik hem ook al, maar hij is nieuw en hij snapte nog niet alles. Dus. In de stad, in de plaats waar ik vandaan kwam, ging alles heel anders. Ja. Ik weet niet wat ik hier nou op moet. Je hebt mijn gezicht gezien, je hebt mij zo gezien. Jij weet dat ik van alles kan en van alles wil gaan doen. En ik kan alles zo snel mogelijk vergeten als het mogelijk is. Als het moet. Ja, mijn oom hier heeft hier allemaal spulletjes achtergelaten voor mij. Mm-hmm. Ik denk dat hier wel ergens een verdovingsding is. Oh, top. Dan liggen hier explosieven. Ja, daar moet je niet op letten. En er ligt een hele berg met olie en benzine naast. Dus ik weet niet wat jij van plan bent, maar dit hele eiland gaat vliegen op deze manier. Volgens mij heeft dit alleen over verdovingsmiddel, geen brandstof. Ja, nou, daar liggen tonnen en daar liggen explosieven. Wat heb je gevonden? Oh, die! Van alles. Potjes zonder... Wat heeft hij gevonden? Potjes zonder tekst. Dat is meestal niet iets goeds bij het eiland. Snoepjes. Oeh, snoepjes. Heb je kauwgom? Ook. Ik heb mentos, ik heb alles. Ik wil mentos. Geef mij mentos. Ik wil ook, heb je ook van die orange mentos die naar van die sinaasappels smaken? Jam. Ja, die zijn lekker. Dat zijn mijn favorieten. Oh, ja, bedankt. Ze smaken een beetje apart, maar ze zijn wel lekker. Ja. Maar ik vind het wel een beetje oud en of zo, ik weet niet. Hoe oud? Mag ik weer staan of? Moet ik zolang je niet verdacht doet, dan wel. Nee, waarom zou ik? Waarom liggen hier allemaal witte kristallen? Ik zie geen kristallen. Nee. Oeh, dat ruikt lekker. Niet doen! Nee, die zijn dit! Nee! Oh. Nee. Nee, niet te diep ingaat dan, Tycoon. Oh, nee. Het klinkt als wel. Waarom? Waarom? Loopt in Koen zijn neus. Oh. Ah, kijk. Die man. Hij doet ook alles wat hij stikt in zijn neus. Hij is al 100. Oh. Nou, ik zie allemaal 100. Oh. Oh. Koen, gaat het goed? Heb je niet iets gaat tegen dit? Goed. Oh. Ja. Oh. Een minuutje of twee, dan is het klaar.
Oh. Top. Hallo? Oh. Eén moment, ik moet even iets in mijn hoofd doen. Ik ben binnen 1 seconde terug, ja? Oh. Eén seconde terug ben ik. Mensen, deze video gaat zo meteen verder. Iets van morgen verder. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik jullie bij de volgende video terugzie. Want ik altijd zeg aan het eind van de video, doe het belletje aan, like me neer. En tot de volgende keer. Laters. Of een leuke witte kristalletje.